De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft notitie genomen van het besluit van de politieke partijen, ABOP en PL, om Rapar Broadcasting Network RBN, inclusief Dagblad Suriname, te boycotten. De twee politieke partijen reageren op deze manier tegen de mensonterende wijze waarop vicepresident Ronnie Brunswijk in een spotprint is uitgebeeld in de editie van woensdag 26 augustus van Dagblad Suriname. De SVJ trekt ook nu aan de bel en wijst de politieke partijen erop dat dit niet de manier is om over te gaan tot de orde van de dag. Des te meer omdat in het besluit is opgenomen dat ook de ministers uit deze twee politieke partijen de boycott zullen toepassen. De SVJ zal nimmer accepteren dat boycott als pressiemiddel wordt aangewend door regeringsautoriteiten, terwijl er nog voldoende ruimte is om middels overleg of juridische stappen gemaakte fouten te corrigeren. Ook komen arbeidsplaatsen van journalisten bij een eventuele boycott in het geding. De vereniging roept daarom op tot de escalatie en vraagt alle betrokken partijen om emotionele handelingen te parkeren.